De politie hield zaterdagavond vanaf 9 uur een grote verkeerscontrole op de A50. Dat gebeurde ter hoogte van tankstation Sonse Heide bij Son en Breugel. De politie kreeg bij de controle hulp van de marechaussee, Belastingdienst en de Rijksdienst voor het wegverkeer. Automobilisten werden gecontroleerd op drugs- en alcoholgebruik, hun papieren en op openstaande boetes. De controle duurde tot ongeveer 3 uur 's nachts en in totaal waren er zo'n 100 mensen bij de controle betrokken. Kijk voor de resultaten van de controle later op ed.nl.